Dat tafeltennis veel meer kan zijn dan een sport, bewijzen de Fransen Jacques Secrétin en Vincent Purcard, die met hun sportieve kwaliteiten als basis een act hebben ingestudeerd, waardoor duizenden in Europa tot tranen toe bewogen worden. De heren kunnen er wat van. Secrétin, die veelal als aangever fungeert, was eenmaal Europees kampioen enkelspel en wereldkampioen gemengd dubbel. En Purcard werd tweemaal kampioen van Frankrijk. De vrouwelijke scheidsrechter wijst erop dat het verboden is om op de tafel te staan.